wat voor mij co-creatie betekent. Ik zie daar twee stukken in. Dat is co. En co, dat staat voor mij nog altijd voor samen. En die creatie, het stuk, is iets nieuws creëren. Kijk, voor mij is het begrip co-creatie eigenlijk zeer actueel. Want ik denk dat we tegenwoordig in een samenleving leven waar de mensen het niet meer nemen dat alleen een paar politieke verantwoordelijken de weg uitstippelen van waar de maatschappij naartoe moet, waar een stad naartoe moet. Ik zal me beperken tot het voorbeeld van Gent. Maar dat we de weg samen moeten bepalen van die mensen. Iets dat helikopterzicht vraagt. Nu, wat zie je als we hebben een crisis, we zitten al zoveel jaren in een economische crisis, de ecologische crisis wordt hoe langer hoe sterker. En mensen verliezen het vertrouwen in die centrale aansturing van zowel bedrijven als van overheden. En men begint dus het heft in eigen handen te nemen om te zeggen, laat ons dingen op een andere manier aanpakken. Dus je moet vooral zorgen dat je samen dingen bouwt en probeert ook samen tot oplossingen te komen voor vaak heel complexe problemen. En als je dat alleen probeert te doen, dan is de kans dat wat je doet afgeschoten wordt of dat je geen vangnet hebt om de zijdelingse problemen op te lossen veel groter. Wat we nu de laatste jaren zien, is dat dat nog een verdere beweging doet en dat je voelt dat de hiërarchische structuur minder en minder belangrijk wordt. Co-creatie gaat voor mij vooral over leiderschap. Hoe raar dat het ook klinkt. En het afgeven van de oude ideeën van leiderschap. Dus wat zeg je eigenlijk hier? Probeer gezamenlijk, een onderlinge verstandhouding, een onderling overleg, een onderling dialoog, probeer op een of andere manier iets samen te creëren. Dat horen we mee op. En liefst ook iets dat je eigenlijk nooit had kunnen bereiken in een klassieke samenwerking. Dit is ontzettend belangrijk om je samenleving samen te houden. Mensen die dergelijke dingen niet doen in hun buurt hebben tijd om te sakkeren, om bezig te zijn, over veranderen wat er allemaal niet goed is. Maar nu komen de mensen bij ons om te zeggen wat er wel allemaal goed is in hun buurt. En dit brengt zo een goed gevoel mee voor de mensen die daar leven, voor de mensen die daar op bezoek gaan. Maar ook voor ons als stadsbestuur. En het houdt ons ook alert. Eerder van bottom-up. Een mooi Engels woord, hè? Ja. Waarbij je zegt van probeer het van onderuit te laten groeien, maar ja, in gezamenlijke dialoog. De mensen organiseren zich in netwerken. Je hebt heel nieuwe vormen van netwerken, de digitale netwerken die ontstaan. Dus mensen zijn langs de ene kant veel vluchtiger in het zoeken van contacten, maar langs de andere kant bouwen ze heel graag mee aan dingen. En denk ik dat, dat de kansen op creatieve zaken nog zoveel groter zijn nu. Co-creatie is belangrijk omdat we, als we het niet doen, we niet meer bestaan. Dat is zo eenvoudig. Want ultiem zit er een economische context aan. De redenen waarom dat elkeen daar zit, moet duidelijk zijn wat is mijn intentie, wat is mijn talent, wat is mijn drive en dat dan met elkaar in verbinding brengen. Mogen we zeggen, vertrouwen bouwen, alle onuitgesproken dingen moeten uitgesproken worden, dat al de rommel die in de weg zit om samen te creëren, dat die allemaal zijn plek krijgt. Als wij aan onze kleinkinderen nog een omgeving willen geven waarin dat we nog toonaangevend zijn in de wereld, dan moeten we massaal co-creëren. Ik denk dat co-creatie een beetje past bij waar we vandaag heel vaak voor staan, meer complexe problemen. En dat je die niet meer heel eenduidig kan oplossen, dat je niet met één expert of één invalshoek genoeg hebt. Dus ik denk dat je daar een antwoord kan bieden op uitdagingen waar we vandaag in de maatschappij wel voor staan. Het gaat hem voor mij over de wisdom of crowds in het algemeen. En dat er zeer veel creativiteit overal zit, zeer veel inzicht in zaken overal. En dat je in de eerste plaats dan er moet voor zorgen dat die boven komen in je eigen organisatie. Maar dat je in je eigen organisatie ook iedereen die daarmee bezig is zegt van gebruik al je netwerken daarbuiten. En niet alleen de netwerken die je hebt vanuit je professionele omgeving, maar ook de andere. Dat is vandaag de uitdaging, maar ook de geweldige meerwaarde van co-creatie is dat we met elkaar de dingen anders kunnen gaan aanpakken en dat er ook heel veel energie is, dat er heel veel ideeën zijn. Het bruist van de co-creatie. Alleen moet het nu echt ook structureel een plek krijgen en erkend en ondersteuning worden. En wat dat het eindresultaat gaat zijn, vraag het mij niet. Ik weet het niet. Ik hoop dat het in de richting van het droombeeld gaat gaan, maar je voelt wel enthousiasme rond tafel en dat mensen elkaar wel vinden. En dit is de toekomst. De toekomst is totale krankzinnige netwerken die zich rond een metaprobleem stellen. Dus ik ben benieuwd binnen een jaar ongeveer waar we gaan staan. Okay.